Een aantal weken terug heb ik een video opgenomen. Welke beginnersvissen kan je nu gaan nemen? Die video is tot op heden nog steeds niet online gekomen en dat is vrij eenvoudig omdat ik zelf niet akkoord was met de inhoud wat ik verteld heb in die video. Althans niet naar mijn eigen persoonlijk gevoel. De video was niet gratis, begrijpbaar, betrouwbaar, hapklaar, to the point. Maar eerder deze week was er plots een conversatie bij de Patreons in de Patreon chatbox, het Premium Aquarium Clubje. Ze waren daar bezig tegen elkaar over: wat is nu een beginnersvis? En toen dacht ik terug aan die ene video en dacht ik van: hoe kan ik dat nu gaan oplossen zodanig dat de mensen, dat ik zelf akkoord ga met mijn eigen video en dat de mensen ook zeker goed begrijpen wat ik zelf bedoel met mijn eigen video. Deze video zal een beetje een gedachtenkronkel zijn, een hersenspinsel, een halve preek zijn, enerzijds. Maar als je de moeite zal doen tot op het eind te luisteren, zal je een idee hebben van wat ik persoonlijk denk over beginnersvissen. En zal je ook gigantisch veel kunnen leren uit deze video. Dus in het begin zal het lijken alsof het een inhoudloze video is. Maar naarmate de video vordert, zal je merken dat je vrij snel vrij veel informatie zal binnenkrijgen. Althans, mijn mening zal binnenkrijgen en die zal jullie misschien baseren om jullie eigen mening te gaan vormen. De vraag is, de video die ik gemaakt heb: welke beginnersvissen hebben we in ons aquarium? En daar had ik een probleem, omdat ik zelf niet echt geloof in beginnersvissen. Meer nog, ik geloof zelfs niet in moeilijke vissen. Maar wat geloof ik dan wel? Bestaan er dan geen beginnersvissen of bestaan er dan geen moeilijke vissen? Of zijn alle beginnersvissen eveneens moeilijke vissen en zijn alle moeilijke vissen eveneens beginnersvissen? De mensen die mij al een tijdje volgen hebben mij al af en toe eens de uitspraak horen doen: ik vind een discus absoluut een beginnersvis. Terwijl heel veel mensen zullen zeggen van: nee, discus is absoluut geen beginnersvis. Als je mij nog niet een tijdje volgt, is nu misschien het moment aangebroken om dat wel te gaan doen. Scroll even een heel klein beetje naar omlaag en kijk eens of dat abonneren knopje, of dat grijs is of rood. Als het rood is, klik er even op. Je zal dan elke keer er een video online komt van mij een melding krijgen. En hopelijk, en ik ben er zeker van en ik doe in ieder geval mijn stinkende best om het zo te krijgen, hopelijk zal je elke video opnieuw wel iets opsteken. Zal je elke video opnieuw wel een stap vooruit gaan in de richting van het goed, degelijk en vooral gemakkelijk houden van aquarium. Maar goed, terug naar die beginnersvissen. Een guppy is een beginnersvis. Dat wordt heel vaak gezegd. Of levenbarenden zijn beginnersvissen. En waarom zegt men dat vooral? Men zegt dat vooral omdat men van mening is dat een guppy op veel ruimere waterwaardes kan gehouden worden en tegen veel meer stoten kan dan pakweg bijvoorbeeld een discusvis. En ergens klopt dat wel. Maar ik denk dat we daar voor onszelf de verkeerde terminologie in gedachten nemen door gebruik te maken van het woord beginnersvis. Want een beginnersvis, dat lijkt alsof je daar echt geen moeite moet voor doen en dat visje blijft gewoon vlotjes leven. En dat klopt niet helemaal. Een beginnersvis als een guppy zal wel makkelijk overleven in vrij veel omstandigheden, maar er is een immens groot verschil tussen overleven op veel verschillende mogelijke waterwaarden, manieren van houden, of goed en degelijk leven op veel verschillende waterwaardes en dergelijke meer. Het klopt dat een guppy veel verdraagzamer is naar bepaalde waterwaardes toe. Dus het klopt inderdaad dat die guppy veel meer kan verdragen, maar hij voelt zich daarom nog niet noodzakelijk goed. Een discus, is dat een moeilijke vis of een beginnersvis? Mijns inziens evenveel beginnersvis of moeilijke vis als een guppy, om bij die voorbeelden te blijven. Het verschil, ik persoonlijk ben van mening dat een discus een beginnersvis is. Zelfs dat een zoutwatervis, eender welke, een beginnersvis is. Dat een wildvang altum een beginnersvis is. Of dat ze allemaal een moeilijke vis zijn, inclusief de guppy. Je kan daar zelf in kiezen. Wat mijn mening is, het grootste verschil tussen wat wij een beginnersvis noemen en een moeilijke vis noemen, is eigenlijk maar één ding. En dat zijn wij zelf. Wij zelf moeten ons een bepaalde discipline opleggen. Hoe meer discipline we zelf hebben, hoe gemakkelijker een vis wordt. Als je heel veel discipline hebt en je vindt het niet erg om te zorgen dat die waterparameters heel goed zijn, dus met andere woorden, je vindt het niet erg om heel gedisciplineerd, heel geregeld jouw waterwissels te gaan doen. Als je het niet erg vindt om heel gedisciplineerd goede kwalitatieve voeding, zoals bijvoorbeeld Dr. Basleer Biofish Food, te gaan geven aan jouw vis. Dr. Basleer Biofish Food, sponsor van het kanaal en ook dus van deze video. Ga zeker en vast eens gaan kijken in het linkje hieronder in de beschrijving of in het linkje die hierboven in beeld verschijnt. Dergelijke kwalitatieve voeding, als je gedisciplineerd genoeg bent om die te gaan geven, correct te gaan geven, voldoende te gaan geven, maar niet te weinig te gaan geven. Als je heel gedisciplineerd bent om te zorgen dat het water wat je in jouw aquarium doet, het goede water is. Als jij de discipline hebt om al die factoren binnen de aquaristiek onder de knie te krijgen, dan is elke vis een gemakkelijke vis, een beginnersvis. Als je zelf 0,0 discipline hebt, en sorry, je bent te lui om waterwissels te doen, je bent te lui om te zorgen dat er goed water in jouw aquarium gaat, of je hebt niet de kennis, maar die kennis is ook weer discipline. Leer het dan. Kweek jouzelf de discipline om te leren wat is water. Als je zelf niet de discipline hebt om goed, correct, degelijk voer te geven en je dumpt maar wat in jouw aquarium eender wat, liefst het goedkoopste. Als je zelf niet de discipline hebt om meer dan 3 kilometer te rijden achter een goed degelijk voer. En dus als je niet de discipline hebt om naar die winkel te gaan 10 kilometer verder, die beter voer heeft. Als je niet die discipline hebt, dan is ook een guppy een moeilijke vis. De definitie tussen een beginnersvis of een moeilijke vis is mijns inziens alleen maar terug te leiden naar hoeveel discipline heb je voor jouzelf. Ik heb mensen, klanten van mij vroeger geweest, die discus gekocht hebben als hun allereerste vis ooit. Ze hadden nog nooit een aquarium gehad. Die man heeft heel succesvol discus gehouden. Die discus is heel mooi uitgegroeid, zijn hele mooie vissen geworden, meermaals kweek gehad in zijn showbak, gezond geweest. Ik denk niet dat er ooit ook maar 1 druppel of grammetje medicatie in dat aquarium ooit terecht is gekomen. Maar die man had discipline. Het was trouwens in dat geval een ex-militair. Hij had de discipline. Elke zoveel dagen doe ik mijn waterwissel. Elke zoveel dagen ga ik mijn water gaan testen. Ik zorg dat ik altijd goed degelijk kwalitatief voer heb. Ik heb de discipline om mijn aquarium te onderhouden, mijn planten te snoeien, mijn bodem te reinigen. Ik heb de discipline. Ik heb de discipline om te zorgen dat mijn filter in tip-top conditie is. Hij had heel veel discipline en zijn beginnersvis, een discusvis, heeft dit gewoon heel goed van afgebracht. Hij had de discipline als hij vragen had om aan mij te vragen van ik zou dat willen proberen. Is dat handig? Is dat nuttig? Doe ik daar iets fout mee? Zie ik daar iets over het hoofd? Hij had de discipline om zich in te lezen. Hij had de discipline om naar verschillende kwekers te gaan, informatie te vragen. Hij had de discipline om naar een aquariumvereniging te gaan en daar informatie te vragen. Hij had de discipline om bij te leren. Dat was een beginnersvis. Ik ken mensen die 30 jaar in de hobby zijn en die op vandaag nog steeds er niet in slagen op een goede, degelijke, correcte manier een guppy te houden. Nochtans, die man is geen beginner meer. Elke keer opnieuw slaagt hij erin om die beesten te verkloten en om ze kapot te krijgen en om ze dood te krijgen. Elke keer opnieuw. Omdat hij 0,0 discipline heeft. Hij heeft niet de discipline om te zorgen voor goed kwalitatief water. De vraag is dus, bestaat een beginnersvis? Bestaat een moeilijke vis? Of is dat een beetje een maskertje wat we opgooien ten opzichte van onszelf? Ik had jullie in het begin van de video beloofd, als je luistert naar de video, als je luistert naar wat ik zeg, dat je heel veel zou bijleren. Maar je moet wel even tussen de lijntjes door mee luisteren. Aquarium houden is eigenlijk maar 1 ding. Dat zijn wij die de discipline moeten hebben om levende wezens de allerbeste verzorging te geven wat we maar kunnen. Zelfs als we daarvoor moeten de discipline hebben om in te lezen. De discipline hebben om te wachten tot ons aquarium goed en degelijk ingedraaid is en dan pas onze vissen te gaan toevoegen. De discipline hebben om niet te zeggen van ik heb niet veel zin om ver te rijden achter voer. Ik ga heel dichtbij gaan en ik ga minder kwalitatief voer kopen. Als wij niet de discipline hebben om dat te doen, gaan wij op een moeilijke manier kunnen aquarium houden. Als wij heel veel discipline hebben, dan kunnen wij heel ver raken in de hobby. Dus mijn mening over beginnersvissen is vrij eenvoudig. Beginnersvissen bestaan niet of het zijn allemaal beginnersvissen. Alles valt of staat met jij als persoon die de vissen koopt en houdt. Dit gezegd zijnde, de volgende video die online komt, zal gaan over die beginnersvissen, inclusief die nuance. Mijn mening, beginnersvissen of moeilijke vissen bestaan niet. Het is een kwestie van discipline hebben. Maar wat is jullie mening? Ik stel mij de vraag, wat denken jullie daarover? Ik kan nou mijn mening geven en dat is ook maar mijn mening, maar wat denken jullie? Zeggen jullie ook, het is discipline? Of zeggen jullie van, maar nee, de ene vis is echt wel makkelijker dan de andere. En die discipline heeft daar niets mee te maken. Ik ben benieuwd, laat het weten in de comments hieronder. Rechts onderaan in beeld ziet u een video die een absolute aanrader is voor jou specifiek op basis van jouw kijkgeschiedenis.